De Pakistanse taliban hebben dinsdag een school aangevallen in het noorden van Pakistan. En daarbij zijn zeker 84 kinderen en 20 anderen gedood. In de school worden nog zo'n 500 scholieren en leraren gegijzeld. Terwijl terroristen en militairen elkaar in de school beschieten. En het springt eruit dat 1 op de 5 jongeren tussen de 15 en de 18 jaar te maken krijgt... Met geweld, met diefstal, met vandalisme. Dat is wat afgelopen jaar er uitsprong. Als wel dat uh, 62.000 uh, uh, kinderen. die krijgen te maken met seksueel uh, geweld. In het Australische Sydney leven de mensen mee met de slachtoffers van het gijzelingsdrama. Een zwaar bewapende man gijzelde maandag 17 mensen in het Lint Chocolat Café. Bij een inval van de politie werden de gijzelnemer en twee van de gegijzelden gedood. Voor de deur van het café ligt een zee aan bloemen en mensen laten briefjes achter.